Het is voorlopig even gebeurd met de neerslag. Het ziet er goed uit de komende tijd. De barometer loopt op en dat betekent vaak ook dat er wat hoge druk in de buurt is. En dat is ook vandaag in de komende dagen het geval. Wel is het zo als het wat opkloort dat het aardig af kan kuilen. Dat is afgelopen nacht ook gebeurd. Temperaturen aan de grond rond het vriespunt. En als het helder is, dan hebben we vaak door overdag ook profijt van. En vandaag was de zon er veelvuldig bij. Wel wat bewolking in de loop van de middag, maar dat stelde niet zo heel veel voor. Het is droog gebleven en de temperatuur die kan buiten op 1 graad of 9 en er was niet al te veel wind uit de meest zuidelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we weer met opklaring te maken. Gaan we ook weer richting het vriespunt op klomphoogte. Op waarnemingshoogte zullen we er net weer boven blijven. En dat het mooi weer is, dat kun je natuurlijk zien aan de foto van Willy Bonning. Die had nog een paar koeien erop gezet en die hebben het ook super met dit weer in de wei. Die kunt het laatste gres nog een beetje opfretten voordat ze de stal op gaat. Wil je ook een foto opsturen, dan kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. We hebben een super mooi weekend voor de boeg, maar er gebeurt ook weer van alles in de Achterhoek en vooral hier op Engbergen. Want het kan daar s'nachts wel duister worden, maar hier blijft het liggen op Engbergen, of niet Gerrit? Ja, dat is wel de bedoeling Gerrit. Vanavond om 5 uur gaan we countdown, hè? Om 4:30 hopen we hier de wethouder te verwachten. En dan gaan we de bol in een prachtig mooi gebied gaan we weer in lichte laai zetten. Bijzonder dit jaar is natuurlijk onze lichtkunstartiesten. He, dus dat belooft heel wat. Is ook heel uniek voor de Achterhoek. En ik denk dat de mensen daar heel veel plezier aan gaan beleven. Ja, want jullie maken iedereen natuurlijk lekker met het licht. Maar het bos speelt natuurlijk ook een grote hoofdrol. Want het is natuurlijk een super locatie hier. Ja, dat gebied dat leent zich natuurlijk uitstekend om hier een prachtige feerieke omgeving te creëren. En met deze lichtkunstartiesten belooft dat heel wat. Dus ik zou zeggen, mensen, komt allen vanavond. Ja, want het is vanavond en morgenavond. En je zei al, 5 uur begint dat, tot een uur of 10. Ja, om 4:30 verwachten we de wethouder. Die gaat dan formeel even openen. En dan gaat de zaak los van 5 tot 10. En dus vanavond en dus morgenavond ook. En het is prachtig weer. Het belooft mooi weer te worden. Dus windstil, geen regen. Ja. Nou, prachtig avond. Ja, Yves Roy, dat is alles Gerrit. Maar de ingang, is dat weer net als vorig jaar bij Dixus of aan een andere plek? Ja, de ingang begint bij Dixus. Althans, dan kunnen mensen zeg maar, de auto parkeren en dan de fietsen stallen. En dan lopen de mensen over de brug. En direct over de brug hebben we nu de kasteel geplaatst. De kassa's, want we willen wat meer lucht hebben op de brug. Voorgaande jaren was het wel heel druk op de brug en dan stonden de mensen te dringen. We willen meer gedoseerd de mensen naar binnen zien te... Prima. En jullie, het is toegankelijk voor iedereen hier, heb je gezegd. Dus ik heb ook eigenlijk een sticker voor jou meegebracht. Hier kun je naar de wc, dat is ook voor iedereen weggelegd. Dat is een actie hier in de Achterhoek. En we plakken hem even op de deur, Gerrit. Dan weet iedereen dat iedereen welkom is. Dat ze hier welkom zijn. Ja. Dan doen we dat even. Dan gaan we er even in. Nou, mooie actie. Mensen kunt hier terecht. Mensen die wat moeilijker te benen bent of wat dan ook. Gerrit, goed gaande met. Morgen dan hebben we ook een dag waarin het eigenlijk best wel aardig uitziet. Het is ook een vrij rustige dag. De wind is wat zuidwestelijk en de temperatuur die zal in de middag uitkomen op 8, misschien nog net 9 graden. En daarbij hebben we dan wel redelijk wat zon, maar ook wel een paar wolkenvelden. Maar ook de zaterdag blijft droog en de temperatuur die zal nog uitkomen zo rond de 9 graden. In de nacht naar de zondag ook weer kans op wat vorst aan de grond. Op waarnemingshoogte blijven we er net boven. En zondag dan wordt het overdag een graadje of 7 tot 8. Met ook nog wel redelijk wat zon erbij. Iets meer wind als op de zaterdag. En de wind die komt dan nu te wat oost- tot zuidoostelijke richtingen. Want na het weekend komt er een kleine verandering. Maandag hebben we het overdag nog wel droog. Maar vanaf dinsdag kan er weer wat neerslag vallen. En het is ook zo dat er redelijk wat bewolking op komt zetten. En dat betekent dat overdag niet veel warmer wordt dan 7 tot 8 graden. Maar s'nachts wat minder koud. En dan is het eventjes gebeurd met de vorst aan de grond. Goed gaan.